video. Vandaag heb ik weer eens een pumpkin cooking setje. Dit keer de sushi variant. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat het aardig lastig is, maar ik ga mijn best doen om nog een beetje wat van te maken. Ik heb hem besteld op mostcutest.nl, maar ik zal even alles linken in de beschrijving. Dus ik ga hem snel openmaken. Dit komt eruit. Oh ja, ik heb hier een schriftje met stop, want ja, mijn Japans is niet zo heel goed. Ik ga hem even openklappen. Zo, en dit heb je volgens mij nodig. Zo. Want hier kan je nog de rijst opmeten en nog dat andere iets. Ja, duidelijk. Oh, het zit daar niet in de verpakking. Er zitten allemaal zakjes erbij. Er zit een lepeltje bij. Dit zit erbij. En dit, ja. Dit is normaal zeewier of zo wat erin zit. Dus dat gaan we dit voorstellen. Even kijken. En verder zitten er allemaal zakjes bij. Verder zit er een bakje, en er zit een pipetje bij, of hoe dat ook heet, om letjes te maken. Verder heb ik hier een mok met water staan. En ja, laten we beginnen. Ik weet niet wat het met de camera is, dus ik denk dat dat de beelden zijn die jullie hebben. Dit is dus het bakje. Ik hoef je niks te knippen, we kunnen gewoon beginnen. Ik draai hem even om. Er staat hier een eentje op. Hier zo. Daar gaat water in. Ja, het gewoon tot het lijntje. Er zit zo geval iets in, dus dat ik zo ver met het water. Dat ga ik even met dit doen. Dat is niet goed. Oké. Ik vind het wel lastiger dan die andere pakjes, maar kan je het gewoon tellen. Oh. Hier moet het grote zakje bij. Ik ga het even losknippen. Het is het blauwe zakje. Oh, dat is heel zoet. Ja, waar ruikt het nou? Heel zoet in ieder geval. Ik ken de geur wel, maar een bulkoolachtig iets of zo. Dan moet je het vermengen. En als het goed is, moet dit een beetje rijstachtig worden. Oh, dit, oh, die geur, die ken ik. Nou, dat is volgens mij klaar. Dit is zo. Ja, dat begint de structuur. Oké. Dan heb je hier twee bakjes. Hier. Hier. Daar moet nu water in, als het goed is. Dan ga ik ook even een pipetje doen tot het randje weer. Oké, nou ik heb als het goed is de bakjes gevuld. Ik vind het wel lastig om te zien. Maar nu gaan we het gele zakje pakken. En die gaan we in het tweede bakje doen. Niet gelijk zeg maar naast de rijst, maar die daarnaast. Iets minder zoet, maar alsnog heel zoet. En dan ga je het weer mengen met het lepeltje. Oké, volgens mij is het zo goed gemengd. Ik weet het niet. Maar dat strijk je dan glad. Dan pak je het roze zakje. Zakje. En die ga je in het vakje naast de rijst doen. Dus tussen de twee bakjes in. Ik denk dat het helemaal goed gaat. Hè. Dan ga je het weer mengen voorzichtig. Oh, het stroomt bijna over. Dit lijkt een beetje op jam. Zo. Het is ook klaar. Zo ziet het er wel uit.
gaan we dit pakken. Ik ga het opknippen. Dan heb je hier zo'n plaatje waar dit dus op moet. Oh. Hoe groot die moet, bedoel ik dus. Nou, ietsjes groter. Zo. Die laat er ook even op liggen. Hier bak je A en bak je A en bak je B. A en B. En daar ga je ook water vullen tot het randje. Zo. Dan pak het groene zakje. Die gaan we in bakje A doen. Oh, blauw wordt het. Ik ga het even mengen. Het blijft gewoon vloeibaar. Zo. En dan pak je het oranje zakje. Dan doe je dat andere bakje. Die ga je ook mengen. Dit blijft ook vloeibaar. En dan heb je nog het laatste bakje. Daar ga je ook water bij doen. Tot het randje. Zo. Ik hoop dat dit goed gaat, want dit doet eigenlijk het vak. Het laatste. Die zit daar boven. En dit is saus, dat is cola. Oké. Uit dit rode bakje ga je balletjes maken en dan doe je daarin. Je neemt dat op in je pipetje. En dan knijp je heel zachtjes. En dan ga ik nu alles maken. Ik ga eerst 5 bolletjes rijst maken. Zo. Het voelt heel raar aan. Hier rijst. Hierop staat een grote rijst, maar geen moet zijn. Een 5. Ze zijn niet helemaal gelijk, maar goed. Oké. Ik heb de rijst even gemaakt. Ik ga nu de tonijn eruit halen. De helft van de gele. Dan pak ik zo'n sabi iets, of nee, hoe heet dat? Rijst, stevia. En daar gaan die balletjes over. Dan ga ik de tonijn stukjes snijden. Maar volgens mij, ik weet niet. Volgens mij heb ik te veel water op iets. Dan ga ik even wat saus doen. Zo. Die ook het saus. Zo. Dan is dit het eindresultaat.
Het ziet er niet helemaal uit. Ik vind deze wel heel leuk uitzien. De handen zitten er ook nog onder. Maar ik ga even proeven. Ik ga beginnen met het ei. Dat is een beetje mislukt. Ja. Wel heel zoet. Een beetje een rare substantie of zo. Ik ga ook even zo in proeven met alles. Ja, ik weet niet wat ik ervan vind. Het proeft heel gek. Het is gewoon wel zoet. Op zo'n balletje. De balletje is wel grappig. Aan de ene kant is het heel zoet, maar aan de andere kant heeft het ook heel weinig smaak. Ja, ik weet niet hoe ik het uitleg. Ik ga deze proeven, die vind ik ook het mooist. Maar dat heb ik niet zelf heb gemaakt. Toffee of zo. Zoete. Namiang of frits. Nee, ik vind het niet zo heel lekker. Ik plak ook helemaal aan mijn tanden. Omheen zat dat soort van langejaanachtig iets. Die saus, als het goed is, weet ik niet. Beetje cola-achtige smaak. Die rijst vond ik niet lekker. Het is heel raar. En dit, dat is een echt jelly. Nou, hou ik ook niet echt van. Nee, ik vond het wel heel leuk om te doen. Ik vond het niet lekker. Maar zeker leuk om een keer uit te proberen. Ik heb nog meer setjes. Maar als jullie dit nou ook leuk vinden, laat me even weten welke jullie nog graag zouden willen zien. Dan kan ik die misschien kopen of misschien heb ik die al. En ik kan die ook een keer maken, een keer proeven. Dus laat me dat even weten. Ik wil jullie in ieder geval heel bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog. Als je de video leuk vond, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Als je het nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk heel snel terug bij een volgende video.